Hallo allemaal, het is nu mogelijk om je mappen een kleurtje te geven en dat kun je doen op SharePoint en in jouw OneDrive in de online weergave. Ik laat je zien hoe je dit doet. Ik heb nu SharePoint openstaan en als ik een nieuwe map aanmaak door hier op nieuw te klikken en ik klik dan op map, kan ik het een naam geven en een kleurtje. Ik klik nu op maken. En je ziet nu dat er een map aangemaakt is met een paars kleurtje. De kleur kun je altijd aanpassen, maar dit kan op SharePoint toch iedereen gebeuren. Dus maak duidelijk afspraken binnen de organisatie wie dit mag en wat de kleuren precies inhouden. Nou, dit kun je ook doen in jouw online weergave van OneDrive. Je gaat daar naartoe door hier op het OneDrive-icoontje te klikken met je linkermuisknop. En je kiest dan voor online weergeven. Je komt nu in je OneDrive en hier links staan jouw bestanden. Hier kun je ook de mappen een kleurtje geven. Dus als ik nu bijvoorbeeld hier met mijn rechtermuisknop klik op adoptie, kies ik een kleur en je ziet dat de kleur gewijzigd is naar roze. Dit werkt alleen in de online omgeving. Dus in mijn Windows-verkenner, het gele mapje, blijven de kleurtjes geel. Zoals je hier ziet. Ik ben benieuwd of jij dit gaat gebruiken. Dankjewel voor het kijken.